Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Juffenweekvlog. Het is vandaag maandag 3 juli en ik denk dat ik echt misschien wel 2 maanden niks heb gefilmd. Maar het is mijn laatste week en ik ga die voor jullie weer helemaal vastleggen. Dus als je er veel zin in hebt, zou ik het zorgen dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Dit is alweer mijn laatste week als juf van groep 6. Het jaar is echt bizar snel gegaan. Gewoon vrijdag heb ik gewoon zomervakantie. En ik ga jullie een beetje de update geven van de laatste tijd. Wat ga ik allemaal doen? En ik ga jullie ook vertellen welke groep ik volgend jaar krijg. En ik ben nu iets eerder op school. Ik zal jullie even mijn nieuwe schoolfoto laten zien. En ik ga nu eventjes alles klaarmaken. Want vrijdag was ik echt super moe, dus toen heb ik dat niet gedaan. En ik begin met koffie. Dat zou je ook niet snel bij mij zien. Oké, de laatste week. Hebben we vandaag de musical? Gaan we vandaag de musical kijken? Volgens mij wel. Dus de middag valt een beetje weg. Dus dit is wat we op de planning hebben staan. Rekenen, spanning, begrijpen, lezen. En ik heb ook 2 verjaardagen, want er zijn super veel kinderen in de zomervakantiejaar. En die willen natuurlijk allemaal nog even trakteren. Dus ik ga nu eventjes het bord in orde maken. Oké, dus we beginnen met rekenen, spelling, eten, drinken, buitenspelen met 2 verjaardagen. Moet ik er zo even bij zetten. Dan begrijpen, lezen en verkeer. Dan moet ik die nog even pakken. Lunchen, de musical. Dan moet ik nog even kijken of ik iets heb. Even kijken nog. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag 3. Heeft niemand nog gezien. Zo. Maandag 3 juli, geen juni, de laatste schoolweek voor de zomervakantie. Deze week staan er nog wat leuke dingen op de planning. Eentje daarvan is dat we vandaag de musical van 8 gaan kijken. Maar eerst gaan we zo rekenen, eerst les 11 doen en dan gaan we basisstaak 10 doen. Want basisstaak 10 zijn gewoon de keersommen en die hebben we al heel veel gedaan. Dan gaan we spellingles 2 doen. Dan gaan we vandaag trakteren. We hebben deze week super veel verjaardagen. Dan gaan we begrijpend lezen les 19 doen. Verkeer, lunchen. Dan gaan we de musical kijken. En het ligt er een beetje aan hoe lang de musical duurt. Want als hij tot het einde duurt gaan we niks meer doen. En anders gaan we nog heel even de blokletters oefenen. Oké, want we gaan het namelijk hebben over de omtrek en oppervlakte. En als het goed is heb je dat al ergens in je rekenkladschrift staan. Dus ga dat eventjes opzoeken. We leven in de gloria, in de gloria. Met z'n allen! Hyper de piep! Harder, hyper de piep! Hyper de, hyper de, hyper de, hyper de. 19 van verkeer, 1 kant op. Je ziet daar die blauwe pijl. Kijk, hier is een eenrichtingsweg. Je mag deze weg maar 1 kant inrijden. Het is een eenrichtingsweg. En ik heb daar een ezelsbruggetje voor. Want je hebt namelijk precies datzelfde bord, ook in het rond. En soms zie je de ronde en soms zie je de vierkanten. En de vierkanten betekent dat het een eenrichtingsweg is. Dus ik mag alleen die kant op. Maar als het een ronde is, precies dezelfde, dan kunnen er ook auto's van die kant komen. En hoe ik het altijd onthoud, is dat ronde bord, dat lijkt een beetje op een bal. Toch? Het lijkt een beetje op een bal. En een bal kan ook terugkaatsen, kan ook terugkomen. Zo onthoud ik het altijd. Dus als ik de bal tegen een muur gooi bijvoorbeeld, komt die ook terug. Dus dat betekent dat er ook auto's terugkomen. Want als ik een vierkant gooi, komt die niet terug. Ezelsbruggetje. Zie je, ga je straks later examen doen voor je auto en denk je, oh ja, wat zei juf Janette ook alweer. Dus, dat bord betekent, kijk, hier is een eenrichtingsweg. Je mag deze weg maar van 1 kant inrijden. Dus je ziet ook op dat plaatje, de kinderen fietsen naar een eenrichtingsweg toe. Dat zien ze aan het bord. Ze moeten hier rechtsaf. En er kunnen dus geen fietsers van de andere kant komen. Dit bord staat aan de andere kant van de weg, want daar mag je namelijk niet inrijden. De dag zit er alweer op. We hebben dus de musical gekeken, was echt super leuk.
En ik dacht, het is ook wel leuk om even te vertellen wat ik volgend jaar ga doen. Want ik ga namelijk volgend jaar groep 8 doen. Heel spannend. Ik heb er echt heel veel zin in, maar wel gewoon heel spannend. Dat is voor mij natuurlijk ook allemaal nieuw. Dit jaar was allemaal nieuw en dan volgend jaar weer alles nieuw. En ik heb een klein fragment dat ik de kinderen vertelde dat ik groep 8 ging doen. Dus die laat ik even horen. Ik wil dan ook graag iets aan jullie vertellen. Oh ja, oh ja. Ik word volgend jaar jullie juf in groep 8. Ja! En verder ben ik nu gewoon aan het opruimen. We hebben net de eerste kampvergadering gehad. Want we gaan begin van het jaar op kamp. En ik wil gewoon de komende tijd jullie allemaal meenemen. In wat ik allemaal ga doen voor groep 8. En ik heb net eventjes dit allemaal schoongemaakt. En ze zijn alleen nog bezig met dit. Dit heb ik al helemaal opgeruimd. Dat heb ik ook al bijna allemaal opgeruimd. Good morning. Het is vandaag dinsdag. En ik ben even bezig met mijn ontbijtje. En ik ben wat eerder op school, want ik wil morgen viert mijn juffenverjaardag op school. En ik wilde dus eigenlijk nog een. Ik wilde eigenlijk naar buiten, maar het gaat morgen dus de hele dag regenen. Dus ik wilde eigenlijk een escape room doen. Maar daar ben ik dus nog mee bezig in de klas. Want ja, het is nog niet helemaal zoals ik het wil. En ik ben gewoon nog een beetje aan het kijken van hoe wil ik het nou precies. Dus dat ga ik nu even printen. Oké, sorry, ik was even afgeleid. Dus ik ga die escape room even printen. Dat ga ik gelijk eventjes doen, want dan heb ik hem alvast. Zo, printen. Vandaag hebben we eigenlijk gewoon best wel een normale dag. Gewoon met rekenen, taal, spelling, weet je, dat soort dingen. En we gaan gymmen. Dus dat is ook fijn, want dan heb ik gewoon wat tijd voor mezelf. Ja, met wat voorbereiding voor volgend jaar. En ik heb echt een hele cute foto. Van een schoolfoto met een meisje aan mijn klas. Dus die ga ik haar straks geven, want die heb ik voor haar geprint. Dus ik ga nu eventjes het bord in orde maken. De laatste dingetjes. En dan, ja, dat eigenlijk. Ik kan ook wel even laten zien wat voor cadeautje ik heb voor morgen. Dat is ook wel leuk. Ik heb dus voor iedereen. Moet ik even kijken dat je niet de foto ziet. Laat maar zeggen, een potlood met een sleutelhanger en een kaartje. Want er zijn namelijk twee figuren hetzelfde. Welke figuren zijn hetzelfde? 1 en 3. Dus van 3 kunnen we eigenlijk ook wel opschrijven. 6 keer 2 is 12 vierkante centimeter. Want die is hetzelfde. Dus dat is lekker makkelijk. Dan hoef je hem ook niet nog een keer te doen. Dus we moeten alleen nog figuur 2 uitrekenen, het groene deel. Nou, wie zou kunnen vertellen hoe je dat doet? Want er staan niet echt maten bij. 1, 2, heel goed. Dus dat wordt 4 keer 2. En 4 keer 2 is 8 vierkante centimeter. Nu weten we de oppervlakte van figuur 1, van figuur 2, van figuur 3. Wat moeten we nu nog als allerlaatste doen? Bij elkaar optellen. Dus dan doe je nog 12 plus 8 plus 12. En hoeveel is dat dan bij elkaar? Dus dit hele figuur is 32 vierkante centimeter. Uit. Het is namelijk klap hoog, klap laag, klap rechts, klap links. Dan twee keer laag. Twee keer rechts, twee keer links. Ha. Oh nee, dan nog één keer boven, één keer onder, één keer opzij, één keer opzij. Ha, 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 ha. Let op. 2, 3, 4. Oké, boven, onder, zij, zij. Boven, boven, onder, zij, zij. Boven, onder, boven, zij. Ha, 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 ha. Oké, daar komt ie. Oké, het is middag. De kinderen zijn naar huis. Vandaag is de musical voor ouders, dus ik blijf op school. En ik heb morgen... Oh, ik dacht dat iemand voor de deur stond. Juffenverjaardag. Dus ik ga morgen mijn verjaardag vieren in de klas. En ik heb allemaal spelletjes gemaakt en een Kahoot quiz. En ik heb ook een escape room gemaakt.
Deze ga ik dan door de klas, door de school verspreiden. En deze tips ga ik dan buiten ophangen. Dus deze heb ik gewoon online gevonden. Heel erg leuk. En verder heb ik dus een Kahoot quiz gemaakt. Over mezelf. Heel gek. En ik heb van die wafels die we gaan versieren. En allemaal dat soort dingen. Dus ik ga nu eventjes alles nog klaarzetten daarvoor. En dan vier ik morgen mijn jufverjaardag. Ik ga zo bij mijn vader eten. En daarna gaan we dus de musical bekijken. Good morning. Het is vandaag woensdag. En ik vier vandaag mijn jufverjaardag. Daarom heb ik deze oorbellen in. En heb ik me een beetje leuk aangekleed. Met ook een zilveren broek. Alleen het is dus echt zo slecht weer. Misschien hoor je het wel. Maar het regent mega hard. En ik had er wel rekening mee gehouden dat het zou gaan regenen, maar zo slecht niet. Dus ja, het loopt allemaal een klein beetje in de soep. En ik moet eventjes iets gaan bedenken wat we nog meer kunnen doen. Ik heb wel echt hele leuke dingen op de planning staan. Maar misschien moet ik het dus een klein beetje veranderen. Want als het droog is wil ik gewoon even naar buiten toe. Dus ja. Ik ga nu in ieder geval even alles klaarzetten. Even mijn Kahoot quiz klaarzetten. En ja, ik ben gewoon heel benieuwd naar vandaag hoe het zou zijn. Mijn eerste jufverjaardag. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Welkom bij mijn jufverjaardag. Nee. Ik had wel wat ander weer besteld. Ik vind het echt super jammer. Maar we gaan er gewoon een super leuke dag van. Ik had wel wat ander weer verwacht dan dit. Dus dat vind ik een beetje jammer. Maar ja, het is niet anders. En we gaan er gewoon gezellig een hele leuke dag van maken. En als het ergens nog heel even droog is, ik hou goed buienalarm in de gaten. Dan kunnen we nog eventjes naar buiten toe. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. In ieder geval, wat er vandaag allemaal op de planning staat. Jullie gaan straks iets met dit briefje doen. Moeten jullie iets opschrijven? Dat doen we een soort van gedurende de dag door. Want dat hebben we namelijk nodig voor het eindspel. Dan heb ik een Kahoot quiz gemaakt over mezelf. En over verjaardagen en feesten in het algemeen. Dus ik ben heel benieuwd of jullie mij een beetje goed kennen. Er zitten ook wat vragen in van dit jaar. Dus heb je goed opgelet? Ik ben heel erg benieuwd. Dus die gaan we straks doen. Daarna mogen jullie natuurlijk voor mij zingen, want ik ben jarig. En dansen. En dan doen we de cadeautjes. Daar heb ik het meest zin in. Dan gaan we gewoon even eten en drinken, bla bla dat. Dan kijk ik even of we naar buiten kunnen, maar dat weet ik niet zeker. Anders gaan we dan de escape room doen. En voor de escape room ga ik dan uitleggen. Na de escape room heb ik nog een verrassing voor jullie wat we gaan doen. Iets lekkers, een lekkere verrassing. En dan heb ik ook nog een cadeautje voor jullie allemaal. En dan moeten we even kijken hoe laat het is, hoeveel tijd we nog hebben, want dan kunnen we misschien ook nog wat spelletjes doen. Jongens, ik verwacht heel veel, hè. Dit is een Kahoot quiz over mij. Het zijn straks 31 vragen. Er zijn vragen die gaan over mij. Er zijn vragen die gaan over de klas. Er zijn vragen die gaan over verjaardagen in het algemeen. Dus leuke weetjes of andere dingen. Gaan we beginnen met de eerste vraag. En de eerste vraag is... Oké, daar komt hij. Je verjaardag. 3, 2, 1. Niet voorzeggen, hè? Dat is niet leuk. Wat is mijn volledige naam? De volgende vraag. Wat is mijn lievelingskleur? Wat is mijn lievelingseten? Wat was de naam van mijn huisdier? Volgende vraag. Waar of niet waar? Is dit de juf? Deze foto. Ja. Niet zeggen. Dat was ik. Oké. Verjaardag gaat zomaar niet voorbij. Wacht, wacht. Papa, ja, dan ben jij. En dan ben ik ook zo blij. En dan zie je weer bij. Hiep, hoera. Wacht, wacht. Ja, ik heb natuurlijk het hele jaar voor jullie gezongen. La la la. En nu verwacht ik natuurlijk wel dat jullie ook voor mij terugzingen. Dus ik geef de microfoon hier en dan mogen jullie hem steeds doorgeven. Kom maar naar voren, we zingen met elkaar. Jij bent nu
vakantie, hè, dit weekend. Dus dan ga ik deze mee. Vakantie? Ja, want het is vakantie. Ja, ik ga op vakantie dit weekend. Maar ik ook mee. Ik ga naar Zakynthos. Met? Italië! Italië? Dat is Griekenland. Nee. Oh, er zitten allemaal bloemetjes ook in. Heel mooi. Er zit een lied. Oh ja. Een gedicht. Hallo, ik ben juf Janette. Ik draag niet graag een pet. Ik sta soms op de set. Goud is niet mijn ding. Ik draag wel een zilveren ring. Met Floor maak ik veel lol. Voor sommigen ben ik een idool. Jij werkt op de regenboogschool. Je houdt niet van rode kool. Je houdt wel van zwemmen in een pool. Leuk. Fashion is mijn ding. Op naked shop ik graag. Dat doe ik ook heel vaak. De laatste dag is gelukkig niet vandaag. Groeten Floor. Ja, wauw! Er staat op de vaas, staat heel mooi zo groep 6A. Eens neerzetten, heel mooi. Oké, we zijn bezig met de escape room. Ze hebben nu nog een half uur, de helft van de tijd. Hier zijn de spellen verstopt. Nou, zij zijn bijvoorbeeld bezig met een spel. Hebben jullie de tip gelezen? Nou, wat is een beest? Dieren. Nou. Ondertussen ga ik even het volgende klaarzetten. Dat ga ik nu eventjes doen. Iedereen is uit de escape room. Dus dat is 5. Lekker. Je mag eten hoor. Ja, echt wel. Oké. Het is bijna tijd. Ik vond het echt een superleuke dag. Ik heb voor jullie allemaal nog een cadeautje. En jullie krijgen van mij ook deze mee naar huis. Die zal ik zo uitdelen. En jullie krijgen van mij ook die foto's van de verjaardagskalender mee naar huis. En als je cadeautje mag je die eerst komen halen. Zoe. Good morning. Het is vandaag donderdag. Gisteren had ik dus mijn juffenverjaardag. Ik ben echt mega erg verwend. Ik heb echt super leuke dingen gekregen. En ik heb volgens mij daarna niks meer gefilmd. Ik ben gisteren even naar de kapper geweest. De krullen zijn er wel helemaal uit. Want als ik ga slapen, dan valt het bij mij gewoon weg. Vandaag wordt het een werkdag, maar ook een opruimdag. We gaan alles opruimen, alles meenemen. Want het is echt een troep in mijn lokaal. En ik ga natuurlijk naar een ander lokaal toe. Had ik eigenlijk nog niet gezegd. Maar ik ga naar een ander lokaal toe. Dus ik ben... vanmiddag heb ik eigenlijk de hele tijd opruimen op de planning staan. En als we dan klaar zijn, kunnen we misschien naar buiten of een film kijken. Dus dat is echt een beetje de planning voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik gisteren zoveel heb gefilmd. Nou, eigenlijk hebben een paar meiden uit mijn klas dat gedaan. En ja, één na laatste dag en dan zomervakantie. En morgen ga ik mijn wimpers laten doen. En morgen ga ik ook naar Amsterdamse zomer. Dus dat is ook heel leuk. Good morning, het is vandaag vrijdag. Mijn laatste schooldag en werkdag als juf van groep 6. Want hierna heb ik gewoon zomervakantie. Ik kan me gewoon niet helemaal beseffen of zo. Het is echt bizar. Maar vandaag is dus de laatste dag. En ik ga nu nog eventjes wat klaarzetten. Ik dacht misschien aan een muziek bingo of zoiets. Maar dat heb ik dus nog niet gedaan. Want gisteren heb ik alles opgeruimd. Het is echt super, super netjes nu. Maar dat moet ik dus nu nog echt eventjes gaan doen. Dus ik ga eventjes mijn laatste spulletjes... alles bij elkaar rapen en dan ga ik laten zien wat we vandaag gaan doen. Ik heb zelf ook nog niet echt een idee. Leuk! Wat cute! Wow! Een soort heel lekboek hebben we hier gemaakt. Wauw! Wat leuk! Zie je gewoon in een bordje? Wat leuk! Heel te lief voor mij. Ik ga alleen naar die stinker. Dankjewel. Nog meer? Wat leuk! Ik heb wel eentje op mijn mond. Hebben die zelf gemaakt? Ja. Nog een keer. En daartoe gooien. Ja, oké. Ik heb hier voor jullie een muziek bingo. Het zijn allemaal liedjes uit de top 50 van dit jaar of vorig jaar. Wat de bedoeling is, als je het liedje hoort, mag je er een kruis doorheen zetten. We doen eerst dat je een rij goed moet hebben. Dus dat mag zo of zo of zo. Dat mag je zelf bedenken. Je moet één rij goed hebben voor een bingo. Oké, de titel komt bijna. Vandaag is het zeik en boos en beschrijven. De para's eten mollen. Dat is de titel. Als het goed is, heb je nu alles in je tas zitten. Je etui, al je spulletjes.
is er helemaal niks meer op school. Je koptelefoon en je oorkapje en je etui kan je natuurlijk gewoon weer meenemen naar groep 7. Maar misschien moet je ook even wat aanvullen. Er zijn vast wel potloden die je niet meer doen, die je eruit kan halen. Moet je gewoon even een mooi iets maken voor groep 7, dat je een lekkere start hebt. We gaan straks, over ongeveer 5 minuutjes, gaan we naar buiten. Wij hebben dan een bepaald plekje op het schoolplein. Dus het is niet dat je overal mag staan, maar we hebben een bepaald plekje op het schoolplein. Ik ga dat aanwijzen. Daar gaan we met z'n allen staan. Er staan ook wat kleuters voor ons. Die kunnen het anders niet zien. En dan moeten we de doorgang vrij houden. Groep 8 gaat dan nog iets laten zien. Groep 8 gaat dan nog een liedje zingen. Ik ga jullie alvast een hele, hele fijne vakantie wensen. Je hebt straks lekker heel veel vrij. Lekker genieten, lekker niks doen. Ik wil nog tegen jullie zeggen, ik wil jullie heel erg bedanken voor dit jaar. Voor mij was het ook mijn eerste jaar. En ik heb echt gewoon geen betere start kunnen, ja, hoe zeg je dat, mee kunnen beginnen. Het was echt super fijn. Ik vind jullie allemaal stuk voor stuk mega lief. Jullie zijn allemaal mega slim. Jullie zijn allemaal uniek. Jullie hebben allemaal je eigen talenten. Jullie zijn overal ergens goed in. Jullie gaan groep 7 en groep 8 super goed doen. Misschien zien we elkaar wel weer in groep 8. Dat weet ik niet. Ik ga jullie ook een beetje missen. Een beetje heel erg. Want ik, ben, ja, ik vind jullie gewoon allemaal super lief. Dus ik ga jullie gewoon een beetje missen. Maar dat is iets van mij, niks van jullie. En ja, dat eigenlijk. Even een applaus voor jullie. Ja, het is een kort jaar, hè? Ja, het is heel, heel snel gegaan. Maar het is ook weer een goed teken, hè? Dat het snel is gegaan. Nog één liedje aanzetten en dan gaan we naar buiten.